Bij kerst en oud en nieuw hebben we vaak extra aandacht voor elkaar, voor familie en voor vrienden. Ook in deze coronatijden. Een fijne traditie. Hoe mooi zou het zijn als we die kring wat uitbreiden? Bijvoorbeeld door iemand te laten weten dat je aan hem denkt. Of door iemand uit te nodigen voor een kop koffie of om samen te wandelen. Wat kan een eerste stap zijn? Misschien wel heel eenvoudig, bijvoorbeeld door een kaartje te sturen. Mijn naam is Mariet Rutte. Ik stuur een ontmoetingskaartje naar iemand. Doet u dat ook? Fijne feestdagen.